Morgen is hier in de Tweede Kamer het coronadebat en de besmettingen lopen op en helaas zijn er dus ook echt opnieuw moeilijke keuzes. Daarover hebben jullie veel naar ons gereageerd. En ik ben met die gedachten aan de slag gegaan en leg vandaag en morgen al helemaal in de Kamer als we erover spreken een alternatief voor. Veel meer testen, 1G-beleid. Ik denk echt dat dat ons kan helpen om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen, om voor elkaar te zorgen, te voorkomen dat we een ander besmetten. Nou, meer hierover kan je lezen in de blog. En morgen gaan we het debat hebben. Doei!